de vergadering wordt hervat. En er was besloten dat in deze bijeenkomst het definitieve besluit over het al niet afhakken der staarten zou moeten vallen. Voorzitter, het afhakken van de staarten is het werk van dwingelanden die onder voorwendsel van verbetering en zogenaamd ter bereiking van heilzame oogmerken hun onderdanen martelen en beroven van datgene dat de natuur hen geschonken heeft. Hoezeer gedragen wij ons niet als tirannen wanneer wij de bevolking de staarten afkappen en onze eigen staarten behouden? Zal men ons niet terecht beschuldigen van hoogmoed, eigenbelang en overheersing? Men zou nog tot afkapping over kunnen gaan, en ik zeg nadrukkelijk zou, wanneer het volk daar zelf om zou vragen. Want we kunnen het draaien zoals we willen, maar de staarten zijn het onvervreemdbare eigendom van de apen. En alleen een despoot zou het in zijn hoofd halen om zonder toestemming van de eigenaars hen het recht op een achterste te ontzeggen. Ja. Ik vraag verlof om de vergadering te mogen toespreken. Mijn apen, vergeef mijn onnadenkendheid, maar door mijn drukke werkzaamheden is het mij door het hoofd geschoten dat ik op weg hier naartoe door een zestal jeugdige vrouwen een verzoekschrift overhandigd heb gekregen. En ze deden me een verzoek om aan deze vergadering te vragen, alvorens te beslissen over het al dan niet afhakken der staarten, om hun smeekschrift in te willen zien dat zij, naar mij verteld is, ondertekend door alle vrouwen van nummers 8.009.753 tot en met 91.782.590.321. Mijn apen, is deze vergadering bereid al voor ons verder te gaan met de beraadslagingen dit verzoekschrift in behandeling te nemen? Nou, waarom niet? Als het de stem des volks betreft en het deze materie betreft, dan moeten we er zeker kennis van nemen. Ja, natuurlijk. Laten we eerst over het verzoekschrift spreken. Dan lees ik nu het verzoekschrift voor. Dat wij vrouwen over staarten hebben horen spreken en daar ook de oren hebben gespitst, omdat niets zozeer onze belangstelling heeft als staarten in het algemeen en in het bijzonder. Dat wij serieus onderzoek hebben gedaan naar de soort van staarten die men voorstelt af te hakken. Dat ons verteld is onder de striktste geheimhouding, ook door een belangrijk lid van deze vergadering, dat men zich richt op die staart die uit overwegingen van welvoeglijkheid alleen symbolisch die naam draagt. En dat wij, overwegend dat de algehele ondergang van de apen nabij is wanneer dit plan wordt uitgevoerd, getroffen werden door een diepe verslagenheid. Dat wij aannemen dat het niet nodig is de redenen daartoe hier omstandig uit te leggen. Dat met name de voortplanting van het apendom ons na aan het hart ligt. Dat wij, ten einde de uitroeiing der apen te voorkomen, de nadelen van het plan der afhakking naar ons beste zij het wellicht beperkte vermogen willen verduidelijken om zo mogelijk een negatief besluit ter zake te voorkomen. Dat wij derhalve ook moeten verzoeken dat de afhakking van de zinnenbeeldige staarten geen doorgang zal vinden. Integendeel, dat wij veel liever zouden zien, welk verzoek ook veel meer strookt met de belangen van de staat, dat in plaats van een staart af te hakken er nog een tweede wordt toegevoegd. Dat deze wens louter en alleen wordt ingegeven door zuivere aaplievendheid en ware apenlandsliefde. Dat wij, overtuigd van de wijsheid en ervarenheid van uw apenhoofden, volgaarne aannemen dat deze vergadering zeer wel weet van wie die afkomstig is. Dat wij derhalve voorstellen om, indien u tot aanzetting van een tweede nieuwe zinnenbeeldige staart zou besluiten, de lange als zodanig bekende apenstaart af te hakken. En wel omdat, wanneer wij aan de mensen gelijk zullen zijn, deze staart volstrekt niet nodig is, waarvan wij ons hebben overtuigd door de mensen zoals nummer 17 hier aanwezig goed te bestuderen. Dat men door afkapping
een zeer geschikte plaats verkrijgt om een tweede door ons zo begeerde onontbeerlijke staart te kunnen plaatsen. Dat men echter bij het afhakken enig onderscheid in acht dient te nemen. Deze hoeft niet voltrokken te worden aan de apenhoofden, de priesters en dergelijke, omdat zij die altijd bezig zijn met belangrijke zaken, al hun vermogens, geest en lichaamskrachten nodig hebben en het zeer wel met één staart kunnen stellen. Dat wij verzoeken om een spoedige beslissing, welke overeenstemt met het algemeen belang, en dat wij het gezamenlijke apendom aanbevelen in de bescherming van het welk doen we enzovoorts enzovoorts 800.009.753 en volgende. Ja, gehoord, het is de stem des volks. Het lijkt mij een alleszins redelijk verzoek. Ik verzoek de overgeleden een commentaar. Ja, na de eerste lezing van een dergelijk uitgebreid en belangrijk verzoekschrift ben ik niet in staat om onmiddellijk een standpunt in te nemen. Er is tijd nodig voor beraad, onderling overleg en om er meer gedetailleerd kennis van te kunnen nemen. Omdat het verzoekschrift ook niet van tevoren op de agenda van deze vergadering was geplaatst, kan er nu geen besluit over worden genomen. Het zal moeten worden aangehouden tot de volgende vergadering.